VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo. Prima sfeer in de koel vandaag na de 3-1 bekerzege op FC Utrecht. Beelden mogen we helaas nog niet laten zien, maar we blikken wel uitgebreid terug op dat duel. We kijken natuurlijk ook vooruit op het komende treffen met Heracles. Maar eerst de beloofde beelden van de laatste competitiewedstrijd, VVV ADO Den Haag. Unestal. Een van de drie Duitse voetballers, van origine Duitse spelers. Rösler achterin en T voorin zijn de andere twee. Drie man van wie technisch directeur Stan Valk zei ideaal. Een paar van de jongens in je ploeg. Doe gewoon wat je vraagt. Zeuren niet. En passen prima in het team. En deze bal zit erin. Zit er niet in. De binnenkant van de paal. Oi, oi, oi. Wat een streep. T doet het. Had bijna zijn eerste van het seizoen te pakken, maar het is hem niet gegund. Goeie diepe bal. Lorenzen, daar is hij knap langs. Lorenzen, de hoek is kort. De verre hoek is groot. Maar blijkbaar te moeilijk om die bal erin te krijgen. Becker. Valkenburg die naar de eerste paal komt, niet kan worden bereikt. Tegenstoot VVV, dat heeft perspectief. Wat heet, daar gaat Van Krooi. Hij moet een kleine omweg maken, blijft wel aan de bal. Kijkt om zich heen, probeert het zelf. En ziet vervolgens twee medespelers over het hoofd. Steuntjes wandelt richting de eerste paal. Daar gaat die bal voorbij. Blijft hangen, wordt ingeschoten en verdwijnt uiteindelijk over. Het is weer T die er het dichtst bij is. Maar ja, hoe wil je die bal langs al deze mensen krijgen? Dit is een ADO-mogelijkheid en die zit erin bij de eerste paal. En dan is het toch Valkenburg die scoort. Daar heeft hij een neusje voor. Hij gaat uiteraard de man bedanken die hem de assist afleverde. Dat is Ebuehi, de rechtervleugelverdediger. En ADO komt op minder dan 25 minuten van het eind in de koel op een 1-0 voorsprong door Erik Valkenburg. Knappe actie. Hele knappe actie. Zelfs Schoppel gaat hij zijn debuut ook nog bekronen met een goal. Nee, dat doet Johnson voor hem. Die tikt ADO naar 2-0. Het is het moment van de twee invallers. En dat betekent meteen de winst voor de ploeg van Groenendijk in de koel in Venlo. In de 94ste minuut waar VVV een klein abonnement lijkt te hebben op het maken van goals in de extra tijd. Denkt ADO, dat is een fijn abonnement. Dat willen wij ook wel hebben. En Johnson vertaalt dat in een treffer. En ADO wint in Venlo met 2-0 van VVV. Ja. Mooi goal van jou, hè? VVV hoopte de domper tegen ADO snel weg te spoelen met de door de weekse bekerwedstrijd tegen FC Utrecht. En dat lukte. De Venlonaren wonnen overtuigend met 3-1. Dus tevreden gezichten vanmorgen op en rond de training. Ja, dat is juist lekker. Ik had ook heel veel zin in deze wedstrijd. De ADO was echt een domper. Niet zozeer in de nederlaag, want je kunt niet alles winnen. Het zou natuurlijk een utopie zijn als we alleen maar van de topclubs verliezen. Maar met name de manier waarop we van ADO verloren hebben, vond ik wel teleurstellend. En dat hebben we besproken en met name aangegeven gisteren dat we ons konden en moesten revancheren tegen een goede ploeg. En dat hebben we hartstikke goed gedaan. Als je ziet hoe we gisteren over het veld gevlogen hebben, met welke energie we gespeeld hebben. En dan ook wetende dat je met 10 spelers uit de Jupiler League van vorig jaar en 1 iemand uit de tweede Duitse divisie die wedstrijd ingaat. Dus dat was wel heel goed om te zien. We hadden na de wedstrijd van zaterdag hadden we echt zo'n idee van we hebben niet de mensen laten zien wat we kunnen. En we gaan dat vandaag gewoon rechtzetten. En ja, je zag vanaf het begin, durfden we te voetballen, durfden we ballen op te eisen. En ja, dan zie je ook gewoon dat we goed kunnen voetballen. Dat is ook lekker voor jou natuurlijk, als je met een 2-0 voorsprong de rust ingaat. En ja, dan komt die rode kaart en dan wordt Utrecht toch sterker. Hoe kan dat? Ja, ik weet niet. Je ziet het wel vaker met wedstrijden. Als je tegen 10 man komt te spelen, dan
weet ik niet, er gaat er iets om of zo. En ja, zij gingen echt alles of niet spelen en ze waren gevaarlijk met de lange bal, met sterke mensen voorin. En de eerste helft was de tweede bal de hele tijd voor ons en de tweede helft was de tweede bal alleen maar voor hun. Dus toen kregen we het nog lastig. Ja, mocht jij toch nog aan de bak, ook fijn. Ja, dat is ook wel lekker, ja. Was je ook tevreden over je bekerdoelman, Delano van Krooi? Ja, ook ja. Die hebben we ook erin gezet, omdat ik vind dat hij ook een uitstekende doelman is. De verhouding is duidelijk. Lars is eerste keeper en Delano is tweede keeper. Maar ja, dat is gewoon ook een prima keeper. Die heeft vorig jaar een heel belangrijk aandeel gehad in het kampioenschap. En ik vond dat hij ook het verdiende om deze wedstrijd te keeperen. En dat heeft hij gewoon goed gedaan. Een aantal momenten dat het even onrustig werd achterin, was niet zozeer zijn schuld. Maar gelukkig hebben we hem daarna naar ons toe getrokken. Ja, betekent dat ook dat hij gewoon de volgende bekerwedstrijd weer keept? Dat weet ik nog niet. Ik heb niet de afspraken gemaakt met Delano dat hij elke bekerwedstrijd keept. Ik ga dat van wedstrijd naar wedstrijd bekijken. Maar hij heeft nu tegen een cupfighter, tegen een topclub, heb ik hem laten staan. Dus ja, dat zou de volgende keer weer kunnen. Maar dat bekijk ik van week tot week. Zoals ik eigenlijk ook van week tot week kijk wat ik nodig heb om de wedstrijden naar het beste einde te krijgen. Nederland lijkt nog steeds te moeten wennen aan de goede prestaties van VVV. Maar kun je VVV nog wel een stuntploeg noemen na deze bekerwinst en de 10e plaats in de stand? Ja, prima dat heel Nederland dat maar blijft denken. Dat is toch prima. Dat ze, kijk, op het moment dat wij na 9 wedstrijden 10e staan in de Eredivisie, 12 punten hebben, en eigenlijk maar één keer een hele matige tweede helft hebben gespeeld, waarin je feitelijk ook gewoon nog zelfs voor moet komen in de wedstrijd tegen ADO met de ballen op beide palen en de grote kansen die we hadden. Daarna ook dik verdiend Utrecht uit de beker stoot. Dus ja, ik denk dat wij inmiddels ons wel dusdanig gepresenteerd hebben dat wij niet meer een stuntploeg zijn. Nou, vanavond wordt geloot, wat hoop je op? Nou, je hoopt natuurlijk op een thuiswedstrijd. Dat is duidelijk. En het zou mooi zijn als we een ploeg zouden kunnen loten waarin je een grote kans hebt om een ronde verder te gaan. En dan zou het zomaar heel dichtbij kunnen zijn om ook succes te halen in de beker. En, het is mooi dat we bij de laatste 16 zitten. Ook mooi dat we van Utrecht gewonnen hebben, de manier waarop. Dus ja, dat was gewoon een hele mooie avond gisteren. De stemming was dus goed vandaag in de Kool, ook omdat er weer eens een complete selectie op het veld stond. Dus inclusief de al langer geblesseerde Jonathan Opoku, Etienne Amanjido en Tristan Dekker. Hun volledig herstel duurt nog wel even. Stijn verwacht dat ze rond half november weer aansluiten bij de groep. En er zijn nog wat licht geblesseerden. Zo ontbrak Danny Post gisteren tegen Utrecht en Torino Hunte viel geblesseerd uit. Torino moeten we afwachten. Die heeft toch wel een tik op die knie gehad. En dan moeten we kijken of die voor zaterdag fit is. Danny heeft vandaag weer een groot gedeelte van de training meegedaan. Dat is afwachten. Gerald heeft weer alles meegedaan. Dus ja, we gaan morgen kijken hoe iedereen ervoor staat. Zaterdag kijken. Maar het is in ieder geval prettig om te weten dat die mannen weer eventueel aan kunnen sluiten. VVV moet zaterdag op bezoek bij Heracles. De ploeg uit Almelo heeft met een 14e plaats in de Eredivisie dit seizoen nog niet echt weten te overtuigen. Nou, dat zegt na 9 wedstrijden zegt dat niet zoveel. Die heb ik een aantal keren zien spelen. En die ook afgelopen week tegen PSV hebben ze het prima gedaan. Een ploeg die er ook weer wat spelers kwijt is geraakt. Die rustig blijven. Die op de juiste manier, zoals ik het in kan schatten, van de buitenkant werken. Waar ook een goed beleid, een goede visie is. En die zie ik nog wel zat punten pakken. En die hebben nu misschien een aantal keren dat de bal net de verkeerde kant op valt. Maar over 34 wedstrijden zullen zij zich denk ik met gemak handhaven. En dat is gewoon een heel lastig elftal om te bespelen. Dat is duidelijk. Maar ook hier liggen weer kansen voor jullie, denk ik. Zeker met zo'n bekeroverwinning net op zak. Ja, dat geeft vertrouwen. Maar vertrouwen moet niet omslaan in denken dat we heel goed zijn. Bij Vagen doen we het hartstikke goed. Maar elke keer blijf ik hameren dat we de basistaken uit moeten voeren. Hard voor elkaar moeten werken. Meters voor elkaar willen dichtlopen. Fouten voor elkaar herstellen. Ja, dan kunnen wij een heel mooi seizoen tegemoet gaan. Ja, maar Heracles is echt een goede ploeg. Voetballend heel goed. Maar ja, we hebben kunnen laten zien dat wij ook goed kunnen voetballen. Dus wij moeten gewoon ook van onze eigen kracht uitgaan. En dus ook gewoon durven voetballen. En dan moet daar een goed resultaat zijn te halen. Daar heb ik vertrouwen in. Hoe lastig is het voor jou om dan weer gewoon op de bank te gaan zitten? Ja, dat is natuurlijk wel moeilijk. Maar ja, ik weet wat ik voor me heb. Lars is hier. Ja, Lars is gewoon
ja, een keeper voor eigenlijk de top 3 Nederland. Dus ja, ik is geen schande om daar achter te zitten. En ja, voor mij is gewoon te laten zien de kansen die je krijgt dat als Lars nu weggaat, dat VVV geen andere hoeft te halen. De laatste overwinning voor VVV in Almelo dateert uit 1997. In 2011 behaalde Heracles de grootste thuisoverwinning ooit tegen VVV. 7-0 werd het toen. Wij sluiten af met Heracles VVV in 2010, waarin de Venlonaren goed terugkomen na een 2-0 achterstand. Boymans. VVV doet iets terug. En hier is 2-2. Nee toch? Dat kan ook nog maar zo gebeuren. Een uitgelezen mogelijkheid voor Koume. Moussa ontwijkt een enorme tackle. Daar zou ook geel gegeven mogen. Oh, 2-2 bijna via Ocebo. Hier is de gelijkmaker via Ocebo. En je kan ook niet zeggen dat het onverdiend is. Want die heeft er na rust een aantal keren zitten aan te komen. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo.